Het bureau Eenheid, een werkarm van het kabinet van de president, verzorgt in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie een driedaagse training voor kleine ondernemers. Het doel van deze training is om de kleine ondernemers in korte tijd veel kennis en nieuwe inzichten te laten opdoen over het ondernemerschap. Volgens Latoya Bar, coördinator training ondernemerschap, krijgen de participanten de basiskennis van ondernemerschap. Het schrijven van een ondernemersplan, het opzetten van een eigen financiële administratie en kostprijscalculatie. Alles met betrekking tot het starten van het schrijven van een ondernemingsplan tot het, het eindproduct. Zijn het bestaande ondernemers of opkomende ondernemers? Er zijn ondernemers die al gestart zijn met hun bedrijf, dus of hun kleine onderneming, maar er zijn ook startende ondernemers. We hebben dus kleine ondernemers en startende ondernemers de gelegenheid gegeven om deze driedaagse training die we in samenwerking doen met het ministerie van Economische Zaken te volgen, want het ministerie van Economische Zaken is dus belast met het geven van de training. En wij zijn de facilitators. De training ondernemerschap was reeds gepland, maar de organisatie kon er geen invulling aan geven vanwege het stijgende aantal COVID-19 besmettingen het afgelopen jaar. We wilden het op een gegeven moment virtueel doen, maar gezien de regels nu iets wat soepeler zijn vanuit de regering, hebben we besloten om het toch de training te geven waarbij we one-on-one met ze kunnen zijn. En heeft u een idee wat voor type ondernemers u allemaal onder het dak heeft, om het zo te zeggen? Echt verschillende, van car washes tot de landbouw, tot verhuurbedrijf, tot ondernemers die eten willen verkopen, standjes. Dus het is best wel verspreid, want als we denken dat er ondernemers hier zo zijn die landbouwers zijn, dan belooft het wel wat, want ja, hoe je het draait of keert, onze economie heeft het nodig. En als we dus nu als in ze investeren, wie weet over een paar jaren hebben we grote ondernemingen die een bijdrage zullen leveren aan onze economie. Latoya Bar, coördinator training ondernemerschap van het bureau Eenheid. De training duurt tot en met zaterdag 27 februari.